Een mobiele airco koelt de lucht een paar graden af, wat in de warme maanden natuurlijk super fijn is. Maar is het bij jou thuis nou rond de 30 graden of meer? Dan biedt een mobiele airco misschien niet helemaal de verkoeling die je zoekt. Iets van verwachtingsmanagement is dan natuurlijk wel op zijn plaats. Dus ik ga je even uitleggen wat ik bedoel. Het koelvermogen van een airco drukken we uit in BTU. Dat staat voor British Thermal Unit. Hoe hoger de BTU is, hoe beter de airco de lucht kan koelen. Je kan ervan uitgaan dat de mobiele airco gemiddeld tussen de 352 en de 535 BTU per vierkante meter nodig heeft, bij een gemiddeld plafondhoogte van 2,5 meter. Dus laten we zeggen, je werkkamer is 10 vierkante meter. Dan kom je dus uit op zo'n 5350 BTU die je nodig zult hebben om de gehele ruimte te kunnen koelen. Maar goed, je hebt natuurlijk ook nog een raam in je kamer en een deur waardoor warme lucht weer naar binnen stroomt. Of de zon schijnt bijvoorbeeld de hele dag op je raam. Dan is het sneller warm in je kamer, waardoor een airco dus minder goed koelt. Daarom geven we bij Coolblue aan hoeveel oppervlakte een mobiele airco bij hoge warmtelasten of bij lage warmtelasten koelt. Wat betekent dat nou? Hoge warmtelasten zijn dus een groot oppervlakteraam op het zuiden, slechte isolatie, plat dak, veel mensen in een ruimte of elektronische apparaten in de kamer. En lage warmtelasten verstaan we onder een kleine raamoppervlak op het zuiden, goede isolatie, schuin dak, weinig mensen in de ruimte of heel weinig elektrische apparaten. Heb jij nou een kamer met hoge warmtelasten, dan moet je de airco soms eventjes een handje helpen zodat hij optimaal zijn werk kan doen. Doe bijvoorbeeld je gordijnen dicht als de zon op de ramen schijnt en zet ook elektrische apparaten zoveel mogelijk uit. Doe ook je ramen en deuren dicht en gebruik een raamafdichtkit of een afvoerslang, zodat de warmte minder snel weer terug naar binnen komt. En daarnaast is ook mijn advies om de airco meteen in de ochtend aan te zetten. Dan is het namelijk minder warm in huis en houdt de mobiele airco de temperatuur gemakkelijker de hele dag laag. Oké, heel veel informatie. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik wens je in ieder geval heel erg veel plezier en probeer ook gewoon lekker te genieten van de warme dagen. Die hebben we namelijk niet zo heel erg veel. Als je nog vragen hebt, laat het even weten in de comments. En anders, tot de volgende.